zeg, nou hebben jullie nog een beetje geld? En dat wil ik eigenlijk wel even zien. Hoeveel is er over en wat gaan we daarmee doen? Want jij hebt 50 euro weggegeven, maar je hebt nog een hoop over, hè? Waarom heb je haar niet alles gegeven eigenlijk? Waarom heb je niet alles weggegeven? Niet alles? Nou, dan kan ik zo, dan heb ik niks. Ja, het is, eerlijke verdeling is niet dat ik zeg, hier heb jij alles en dan heb ik niks. Toch? Heel goed. Eén vraag aan jou, Iris. Jij was degene die je zorgen maakte over de samenleving. Waarom kunnen de rijken het niet oplossen voor de armen? En nu zeg jij, weet je wat? We doen het, ja, een beetje. Ja, door de gesprekken met de rijken en de armen ben ik wel in gaan zien dat het misschien niet mogelijk is en niet realistisch en niet eerlijk is als we het allemaal precies gelijk verdelen over alle Nederlanders. Ik ben wel nog steeds van mening dat er iets moet gaan veranderen. Want Adam die niks overhoudt, vind ik ook niet eerlijk. Oké. Okay. Einde van het programma, maar wie gaat er met wat naar huis? Ik denk dat we het gewoon moeten verdelen op het aantal dat iedereen heeft. Dus hier is het meest, ik iets minder, jij dan nog iets minder en jij het minst. Maar wel zodanig dat hij er gewoon goed uitkomt. We willen toch niet verder gaan met de oneerlijkheid. Je wilt toch niet van hoe het een beetje is. Want dan zou zij dus het meest krijgen en wij het minste. Dat... Ja, maar dat is net zoals zeggen dat een dokter evenveel salaris zou moeten krijgen als een straatmaker. Maar... Nee, we gaan er beide op vooruit. En ik ga er zeker op uit, want ik heb op vooruit, want ik heb natuurlijk helemaal niks. Oké, okay, dus waar komen we dan op uit? 153. 153. 153. 25. Okay. Ik... 43, jij 50? Ja, is goed. Oké. Okay. Nou, jullie zijn eruit. Wat gaan jullie ermee doen? Ik denk sparen. Ja, ik denk het ook. Sparen? Ja. Ik denk ook sparen. Ik ga binnenkort op vakantie, dus. Ja? Ik ga nog even kijken wat ik ermee ga doen. Ja, misschien met je twee gaten in je ja, precies. Misschien een lekker ijsje kopen of zo. Het is lekker weer. Dus, kijk nog eens. Ga je trakteren? Zeker niet. Zeker niet. Wij denken dat wij een goed, efficiënt plan hebben om de armoede een beetje te verhelpen. Ja, precies. Want wat nou als we de rekeningen die de arme mensen krijgen gewoon een paar maatjes op stil zetten? Zodat de arme mensen een beetje kunnen bijkomen en een beetje kunnen sparen, zodat ze alle rekeningen uiteindelijk kunnen uitbetalen. En hierdoor betrekken we ook grote bedrijven en de overheid om mee te betalen aan de armoede in Nederland. Willen jullie meedenken over het verschil tussen arm en rijk? Ga dan naar www.zep.nl/denktank. Human.